Wist je dat goedkope juwelen van op online webshops gevaarlijk kunnen zijn voor je gezondheid? We hebben er lukraak 40 gekocht en 8 van die 40 bevatten te veel zware metalen. Deze oorbellen bijvoorbeeld bestaan voor 40% uit cadmium. Nu, cadmium is kankerverwekkend en daarom staat er een limiet op hoeveel cadmium er eigenlijk in juwelen mag zitten. En die limiet is 0,01%. Dus deze bevatten 4000 keer meer cadmium dan wat eigenlijk toegelaten is. Hetzelfde probleem met lood. Lood is ook kankerverwekkend en kan leiden tot nierfalen. Ook daarom zijn er limieten op, maar wij hebben juwelen gevonden waar er 40 keer meer lood in zit dan wat eigenlijk mag. Nu, een tof trucje om te weten of je juwelen veel lood of cadmium bevatten, is een magneet. Als je de juwelen tegen de magneet houdt en dat blijft plakken, zoals bij deze, dan weet je dat er veel metalen in zitten en dat je dus meer risico loopt. Dus koop je juwelen niet van op loesje webshops, zeker niet als ze toch opvallend goedkoop zijn. Draag ze ook niet wanneer je exact op die plaats een wondje hebt. En als je kinderen hebt, zorg er dan voor dat ze die juwelen zeker niet in hun mond steken. Wij hebben de webshops in kwestie al op de hoogte gebracht van onze bevindingen. Een deel heeft ook al laten weten dat ze die juwelen van hun webshop af hebben gehaald. En we gaan dat uiteraard verder blijven opvolgen.